lancering van het mooie initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rusland en Oost-Europa Kennisalliantie, RECA, gedoopt. Terwijl Poetin schijnbaar in quarantaine moet, mogen wij hier bijeen zijn in deze steamy omgeving met de goede live en online vibes. Wie weet het nieuwe intieme en inclusieve normaal post-COVID. Heel fijn dat u hier kan zijn. Klingendaal en Raam op Rusland zijn trots dat wij samen het secretariaat van RECA mogen gaan beheren. Het vergroten van kennis en het verspreiden van kennis ligt in het hart van de missie van onze organisaties. En daarom heeft Hubert Smees met collega's een aantal jaar geleden Raam op Rusland opgericht. Heeft Klingendaal, het onafhankelijke platform Klingendaal, Russia en Eastern Europe opgericht. Maar die passie voor die regio en de overtuiging dat er meer kennis over moet komen en besproken moet worden met een groot publiek, delen we natuurlijk met u allen. Daarom heel erg bedankt dat u hier bent en hebt ingetuned op dit kanaal. Want kennis is macht. Het vergroot het handelingsvermogen van de Nederlandse staat in een tijd waarin Nederland voor grote uitdagingen staat, waarin Rusland vaak een sleutelrol speelt. Ik noem vier gebieden die ook overeenkomen met de vier breakout sessies die we hebben gepland voor vanmiddag. Geopolitieke spanningen en instabiliteit rondom Europa. Op dit moment vindt de grote Zapad-oefening plaats. Zitten er Iraakse vluchtelingen klem aan de grens tussen Belarus en Polen. Maar ook de conflicten in Nagorno-Karabach, de Donbass, Moldavië en Georgië zijn niet opgelost. De binnenlandse ontwikkelingen, krimpende ruimte voor mensenrechten en maatschappelijk middenveld in Rusland zelf, op de vooravond van de Duma-verkiezingen. We staan ook voor grote economische en klimaatuitdagingen, een energietransitie. Nu Nord Stream 2 bijna is afgebouwd, we ons Gronings gas moeten uitfaseren en door klimaatverandering het Arktisch gebied steeds meer bevaarbaar wordt. En ondanks de negativiteit in de relatie willen we ook graag met Russische wetenschappers en kunstenaars, burgers in dialoog en samenwerken. Ook als het voor hen binnenlands moeilijker wordt en er door corona belemmeringen zijn. Dus ja, kennis is macht, maar kennis helpt ons ook om een meer gedragen Ruslandkoers te ontwikkelen in Nederland. Kennis is nodig om het debat in onze eigen samenleving goed te informeren. Uit ons Klingendaal buitenlandbarometer bevolkingsonderzoek blijkt dat daar behoefte is onder mensen en dat het debat over Rusland sterk is gepolariseerd. Bij gebrek aan kennis en debat over internationale betrekkingen wordt eigenlijk de perceptie van Rusland steeds meer bepaald door een soort culturele waardering van Poetin als leider van zijn gemeenschap. Degenen die Poetin een toffe leider vinden, omwille van zijn sterke leiderschap, omwille van zijn nadruk op de tradities van de gemeenschap, de afbakening van de Russische gemeenschap, zien geen internationale dreiging uit Rusland. En degenen die Poetins beleid verwerpen, omwille van de mensenrechten schendingen bijvoorbeeld, die zien juist wel internationale dreigingen. En het is die vermenging van de gemeenschapsbril met een waardering van Rusland in zijn buitenlandse politiek, internationale betrekkingen, die maakt dat het debat gepolariseerd raakt en eenzijdig is. Daarnaast holt het ook het draagvlak voor het overheidsbeleid uit. Maar de situatie is niet alleen somber. We komen binnenkort met nieuw barometeronderzoek waaruit blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders meer kennis over Rusland wil. En ook een meerderheid wil graag meer met Rusland samenwerken op verschillende terreinen. En die behoefte aan kennis en openheid voor samenwerking waar het verantwoord is, stemt ondanks alles ook hoopvol. Dus ja, uw werk als Oost-Europa-deskundige is enorm belangrijk. Daarom zijn we blij dat het ministerie van Buitenlandse Zaken, naar aanleiding van de Ruslandbrief in 2019,
het initiatief heeft genomen om de kennis die er is in Nederland bijeen te brengen, te verdiepen en te ontsluiten voor een breder publiek. Veel dank voor het ministerie, voor het vertrouwen in Raam op Rusland en Klingendaal, voor de zeer plezierige samenwerkingen met Raam, Hubert en de collega's. Aan een groot netwerk van deskundigen die al de hand heeft uitgereikt naar het secretariaat en het netwerk. En aan Bob, Wouter, Inge, Joris, Jaap, de moderatoren en de sprekers van vanmiddag, die een hele mooie kick-off van het netwerk mogelijk maken. En dan nu wie zich persoonlijk hard heeft gemaakt voor dit alles is Erika Schouten, directeur Europa bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daarom geef ik haar graag nu het woord. Erika. Dankjewel Monica en fantastisch om hier vandaag te zijn. Heel ongewoon om in een ruimte te zijn met collega's, maar ook om nieuwe mensen te kunnen ontmoeten. En om bij deze doop te zijn. En ik dacht, hoe doop je nou iets wat water heet? Maar daar vinden we wel wat op. Monica zei het net al, het zaadje is geplant in de Ruslandbrief oktober 2019. Dus ja, we kunnen wel zeggen, het duurt even, maar dan heb je ook wat. Waarom een nieuw kennisnetwerk? Nou, Monica heeft het ook al gezegd, maar vanuit het perspectief van het ministerie. We hebben voor Rusland, voor Oost-Europa in een brede behoefte aan diepere kennis en betere kennisdeling om tot een effectiever beleid te komen. Wat er gebeurt in Oost-Europa en Rusland is namelijk van direct belang voor onze veiligheid en welvaart. Denk bijvoorbeeld aan de recente ontwikkelingen in Belarus. Belarus is een buurland van Litouwen en van Polen, maar het is ook een buurland van de EU en dus ook van ons. En wij kunnen alleen tot goede afwegingen komen als we gevoed worden door de kennis die er is in onze eigen ministeries en diensten, maar ook vanuit het veel bredere netwerk dat zich met Rusland en Oost-Europa bezighoudt. Het netwerk waartoe u allen behoort. En bovendien is het belangrijk, en Monica zei dat ook al, voor het maatschappelijk draagvlak van beleid, dat kennis over Rusland en Oost-Europa in bredere kring beschikbaar is. Nou, daar gaat het RECA een belangrijke rol in spelen als secretariaat. Ik vind dat eigenlijk een beetje te kleine naam. Ik zou willen zeggen als drijvende kracht gaat helpen om deze kennis verder te versterken en te bundelen. En voor de beleidsmakers ook toegankelijker te maken. En daarom willen we ook dat jullie dicht bovenop ons zitten, dicht op de huid, zodat we daar optimaal van kunnen profiteren van jullie rapporten en briefings die nieuwe inzichten opleveren en ook nieuwe beleidsopties geven. Het is goed om te onderstrepen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken niet de enige klant van RECA is. Zoals Monica al zei, heel veel behoefte ook breder in de samenleving aan kennis, maar ook binnen de overheid, meerdere ministeries en diensten die heel graag hun voordeel willen gaan doen met wat het kennisnetwerk gaat opleveren. Ja, uiteindelijk gaat het altijd toch over geld, dus creatief beleid vraagt ook een investering. En wij zijn daarom blij dat we als Rijksoverheid nu de investering hebben kunnen doen, in ieder geval tot aan eind 2023, van 1,7 miljoen. En dat is dan voor China en voor Rusland. Nou, u kent het kader van het Nederlands-Rusland beleid, neergelegd in die brief van eind 2019 en in de kern niet wezenlijk veranderd. Druk waar nodig en samenwerking waar mogelijk. Maar hoe we dat invullen, bilateraal, maar ook via de multilaterale kanalen, en dan denk ik natuurlijk in eerste plaats aan de Europese Unie, dat hangt in hoge mate af van de ontwikkelingen in Rusland zelf. Nou, daar zullen we het vanmiddag ook uitgebreid over hebben. Maar een goede respons is natuurlijk ook afhankelijk van onze eigen creativiteit. En dat geldt niet alleen voor Rusland, dat geldt ook voor de samenwerking en hoe we die vormgeven met onze nabije buren in het Oostelijk Partnerschap. Hoe wij hun steunen bij hun hervormingsprocessen, bij het verdiepen van hun banden met de EU en hoe we hen minder kwetsbaar maken tegen ongewenste inmenging vanuit Rusland. Nou, voor het vergroten van die beleidscreativiteit kijken we dus graag naar jullie allen, naar de banden en contacten die er al bestaan en die nieuw zullen worden opgebouwd en de deskundigheid die u allen in huis hebt. We hebben hoge verwachtingen van de resultaten,
En een prachtige kick-off vandaag met een heel erg mooi programma waar ik enorm naar uitkijk. Dank u wel. Ja, bedankt Erika, bedankt Monica en bedankt allemaal, want wat geweldig dat dit is gelukt. Dat we hier gewoon fysiek weer met elkaar zitten. En wat jammer, mensen online, dat u er niet ook allemaal bij kunt zijn, want we hadden graag nog veel meer mensen willen uitnodigen. Maar ik vind het al geweldig dat we hier zitten in wat bijna een reunie voor Oost-Europa-deskundigen lijkt te gaan worden. Mensen die elkaar misschien 1,5, 2 jaar niet hebben kunnen zien en elkaar nu weer live ontmoeten. En het is voor mij dan ook een eer om mezelf het hoofd te mogen noemen van het secretariaat van het Rusland en Oost-Europa Kennisalliantie. Hubert Smeets grapte al, ga jezelf nou niet secretaris-generaal noemen. Dat is een beetje een beladen term, gezien wat we zo meteen nog gaan bespreken. Maar ik vind het fantastisch om namens Instituut Klingendaal, samen met Raam op Rusland, en samen met mijn collega Wouter Zweers, die hier aan de knoppen zit en die daadwerkelijk de secretaris is van het RECA, om dit vandaag met u deze mooie dag te kunnen meemaken. Nou, laat ik eerst even kort vertellen hoe het in zijn werk gaat en daarna u wat meer vertellen over hoe RECA nu gaat functioneren. Want een vraag die misschien in uw hoofd zit is, wat heb ik daar nu eigenlijk aan? Monica en Erika hebben al het belang van kennis benadrukt, het waarom. Het is aan mij om aan u even kort uit te leggen hoe dat in zijn werk gaat. Nou, ten eerste, we zijn hier met ongeveer 50 mensen in de zaal, met ongeveer 80 de laatste keer dat we checkten in de Zoom. En een onbekend aantal mensen op YouTube. Mensen op YouTube, helaas heb ik slecht nieuws voor u. U kunt geen vragen stellen. Maar de mensen in Zoom kunnen dat wel. Die komen bij Wouter terecht op de laptop. Dus als u vragen heeft, hij staat nu al open, die chat. Stel uw vragen. Wouter beantwoordt degene die al meteen kan beantwoorden in de chat. En sommige worden doorgegeven aan mij. En dan deel ik ze ook met u in de zaal. Mensen in de zaal, u mag natuurlijk ook gewoon vragen stellen. En u kan gewoon uw hand opsteken in de ouderwetse manier. Niet zo'n geel handje, maar gewoon in het echt. En dan staat daar een microfoon waar u de vraag in kunt inspreken. Nou, dat over hoe het werkt met een hybride bijeenkomst. We hebben het veel over hybride met Rusland, maar dit is een daadwerkelijke hybride bijeenkomst. En dan kort even over RECA. Ten eerste misschien de naam. Ik heb al wat opmerkingen gehad van een Oekraïense collega, van waarom kies je nou een Russische naam voor iets wat heel Oost-Europa moet bestrijden. Nou oké, daar had hij inderdaad een punt. Maar als ik niets had gedaan, als wij samen niet hadden zitten denken hoe we dit hadden genoemd, dan krijgt iets vanzelf ook een afkorting. In de realiteit van buitenlandse zaken heeft alles afkortingen. En dan waren wij het Oost-Europa-Rusland kennisplatform geworden, oftewel ORK. En ik ben een groot fan van Lord of the Rings, maar ik wou niet graag hoofd-ORK zijn. Dus vandaar dat onze creatieve stagiair die hier ook met de camera loopt, Niels, die bedacht een naam, die ook daadwerkelijk een mooie betekenis in het Russisch heeft, in Nederland Rivierenland. En die ook symbool staat voor die stroom van kennis die we op gang willen brengen. Nou, even afgezien van logo's en namen, ga ik even met u mee naar de bureaucratische realiteit, hoe een secretariaat opereert. En praat ik u even door de drie functies heen die het RECA-netwerk van het ministerie van Buitenlandse Zaken als opdracht heeft meegekregen. Waarvan het secretariaat vooral die eerste vervult en de andere functies aan ons allen zijn. Nou, de kennismakelaarsfunctie, dat vind ik toen ik hem voor het eerst zag in het tenderdocument, dacht ik, ik had wel andere ambities in het leven dan makelaar worden. Maar het is eigenlijk een hele eervolle rol, want wat we namelijk willen gaan doen, en wat we vandaag ook, als het goed is, aan het doen zijn, is kennis, vraag en aanbod met elkaar in contact brengen. Bij het ministerie en ook bij andere Nederlandse ministeries en andere overheden, overheidsorganen, ook lagere overheden, leven allemaal vragen over wat er allemaal gebeurt in die brede regio, Rusland, Oost-Europa, die wij ook uitstrekken tot Centraal-Azië en de Caucasus. Het hele werkgebied van wat bij BZ de Oost heet en waar Charlotte het hoofd van is. Al die landen vallen onder het mandaat van RECA. Er is in Nederland al heel veel kennis over deze landen. Alleen al in deze zaal zit al heel veel kennis gebundeld. Maar de truc is om die te vinden, op het juiste moment met elkaar te kunnen verbinden en die kennis toegankelijk te maken, ook voor die ambtenaren die soms worstelen met hele korte termijn vragen. En niet kunnen wachten tot een academische instelling er 6 maanden over een artikel heeft gedaan. Soms moet er gewoon een snelle briefing komen over wat er nu aan de hand was tussen Kirgizië en Tajikistan over water. Of wat er nu op dit moment speelt in Belarus. En dan is het fijn dat we u allen kunnen vinden, dat we u kunnen bellen en kunnen vragen, kunt u ons even kort bijpraten over wat er precies speelt? Of kunt u het even kort op papier zetten?
Dus dat is eigenlijk de kennismakelaarsfunctie, waarin wij als een soort clearinghouse moeten opereren tussen vragen die komen vanuit het ministerie en dat kennisveld wat u vertegenwoordigt en waar al die kennis aan bezig is. Nou, dat doe ik gelukkig niet alleen, dat doen we dan samen met inhoudelijk adviseur Hubert en secretaris Wouter. En wij worden aangestuurd door een coördinator, kennisplatform, en dat is Jaap Frederiks, die u zo meteen ook nog wel even zult zien. Wij sluiten de bijeenkomst samen af. Jaap en collega's gaan eigenlijk over de dagelijkse vragen van waar RECA zijn aandacht aan mag besteden. Lees waar budget voor wordt vrijgemaakt. En die moeten weer verantwoording afleggen aan een stuurgroep waar RECA dan in zit. En uiteindelijk is het die stuurgroep die beslist welke organisaties die tweede functie mogen vervullen, namelijk die onderzoeksfunctie. Want er komt gelukkig ook weer nieuw geld vrij voor onderzoek. We zijn niet alleen bestaande kennis aan elkaar aan het koppelen, we kunnen ook daadwerkelijk nieuwe kennis opbouwen. En dat werkt vraaggestuurd. Dus het ministerie stelt vragen. Een organisatie wordt gevonden met onze facilitering van Klingendaal om die vraag te gaan beantwoorden. Er wordt een project geformuleerd en uitgevoerd. Dat is de onderzoekstaak. En de laatste taak die RECA zal vervullen, dat zijn we ook nu aan het doen, is de netwerk- en publieksfunctie. En daarin verschilt het een klein beetje van dat andere kennisnetwerk, wat ook is opgebouwd in dezelfde tender, namelijk het China-kennisnetwerk. Wij hebben iets meer ruimte om ook publieksactiviteiten te organiseren. Juist ook vanwege het belang van een goed geïnformeerd maatschappelijk debat. Want Monica gaf het al een beetje aan, het debat over Rusland en de landen in de regio. En ik heb zelf het vrij van dichtbij meegemaakt, omdat ik politiek adviseur Oekraïne was ten tijde van het referendum voor de OVSE. Soms is het debat wel een klein beetje fact-free ook, wat we voeren over Rusland en Oost-Europa. En het kan geen kwaad om daar, ook al zijn er verschillende meningen over, die meningen in ieder geval goed te kunnen onderbouwen met kennis en onderzoek. Dus dat zijn de drie taken van het RECA-netwerk. Wat ik nu graag eerst even zou willen doen, voordat we naar het panel gaan en ik u meeneem voor de rest van de dag, is kijken of hier misschien al vragen over bestaan. Hetzij in de zaal, hetzij online. Kijk ik eerst even naar Wouter. Zijn er al vragen binnengekomen? Ik heb er nog geen. Je hebt nog geen vragen, Wouter. Kijk ik even eerst naar de zaal. Zijn er mensen die graag wat meer willen weten over hoe RECA gaat werken? En dan neem ik even de gelegenheid te baden om een slok water te nemen. Dank u wel. Nou, dan ben ik glashelder in mijn presentatie. Als er later nog vragen binnenkomen, dan pak ik ze op. Maar dan ga ik u nu meenemen door de rest van de dag. Want ja, degene in de zaal hebben een programmaboekje. Daar staat alles netjes in. Degene online die kunnen helaas de breakout sessies niet meemaken. Maar die kunnen wel het eerste plenaire panel meemaken. Want zoals Monica al zei, er speelt op dit moment nogal wat. Vanochtend was in deze zaal een bijeenkomst van Open Door Ukraine over 30 jaar onafhankelijkheid van Oekraïne. Het is natuurlijk voor alle landen uit de regio 30 jaar. Er is nogal wat gebeurd sinds die tijd. Dus we gaan met elkaar in gesprek onder de bezielende leiding van Kisia Hekster, zo meteen hier aan tafel, over verandering en continuïteit. Een breed thema aan de vooravond van de Duma-verkiezingen. Maar daarin hebben we gelukkig Marielle Weijermars, die ons kan meenemen door de nieuwe digitale dimensie van de Russische politiek. Alles wat erbij komt kijken, online stemmen, de Navalny-app, dat soort vragen over hoe de staat probeert de digitale platforms voor zich te laten werken in de aanloop naar die verkiezingen. We hebben Robert Serry, onze eerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne, die ook misschien wat persoonlijke ervaringen met ons kan delen over hoe dat toen geweest moet zijn. En we hebben Hubert Smeets, onze partner in het secretariaat, die daar was als correspondent. Ik zou hen alvast naar voren willen roepen om plaats te nemen hier aan de tafel. En dan vertel ik u ondertussen, terwijl zij gaan zitten, nog even kort over de breakout sessies. We hebben namelijk in totaal 24 sprekers gestrikt voor deze bijeenkomst. Ik had er graag nog veel meer willen strikken, maar die ruimte die was er helaas niet. Maar we gaan in vier groepjes met elkaar uiteen. En ik noem alleen even de moderatoren die ze leiden. Het eerste panel over geopolitiek blijft hier in deze zaal. Dat wordt geleid door Tony van der Tocht. Nou, degene die Tony een beetje volgen, die weten zijn Facebook en zijn Twitter zijn al een kennisnetwerk op zich. Dus als je die alleen al volgt, ben je al een heel eind, zal ik maar zeggen. Het economische panel wordt geleid door Wendelmoet Boersema, wiens boek over het Gronings goud was genomineerd voor de Prinsjesboekenprijs. Jij hebt er net een prachtig boek over geschreven. Staat heel erg in de actualiteit. Monica noemde Nord Stream al. Daar gaan we over gesprekken over economische samenwerking met Rusland. We hebben Jerke Verschoor terug uit Moskou na jarenlang het NESO-kantoor daar te hebben geleid. Die leidt de discussie over wetenschappelijke en culturele samenwerking.
En tot slot hebben we een panel over rechtsstatelijkheid en de krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld. Die wordt geleid door Harry Hummel, die ik persoonlijk nog ken uit mijn OVSE-tijd. Van de vele OVSE-meetings over mensenrechten en krimpende ruimte. Je hebt het persoonlijk meegemaakt, inclusief het slechte nieuws dat onze jaarlijkse OVSE-bijeenkomst dit jaar niet eens doorgang kon vinden. En Harry zal die discussie leiden. Nou, na die discussie komen we nog weer even terug hier met z'n allen. De breakout rooms zijn trouwens de verdieping hieronder. En dan vraag ik alle groepen om even kort terug te koppelen wat de belangrijkste kennisvragen zijn die zij hebben opgehaald. Of de thema's waar Reka zich mee bezig zou moeten houden. En daarna heeft u echt uw borrel verdiend en die vindt plaats op het dakterras hierboven. Voor degenen die dit fantastische pand nog niet kennen, het heeft een jungle thema. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Wouter, nog één keer vragen. Ik heb één vraag voor jou, Bob. Dat is op welke regio's wij als Reka ons precies gaan richten. De vraag is gesteld door Jos Boonstra van CES. Die stelt, is er qua rivieren ook aandacht voor de Donau, oftewel de Balkanregio? Ah, Jos, er is wel aandacht voor de Sir Daria, want we kunnen ons wel tot Centraal-Azië uitstrekken. Maar we kunnen ons helaas niet tot de Balkan uitstrekken. Dat valt, denk ik, bij BZ onder een andere afdeling. Ik spreek een beetje vrij uit, maar dat werkgebied is niet opgenomen in het Reka-netwerk. Dus het is niet het Russia and Southeastern Europe Knowledge Alliance. Dus, nee. Dat was hem. Ik weet dat jij dat zelf ook jammer vindt, Wouter, maar helaas. Dat is, het is niet anders. Collega's uit de zaal, heeft u nog vragen over het Reka-netwerk? Vragen of opmerkingen of dingen die u met ons wilt delen? Nee? In dat geval zou ik u hartelijk willen danken voor uw aandacht en een applaus vragen voor Kisia en ons mooie panel. Dank u wel. Dank je wel. Dank je wel, Bob, voor de introductie ook alvast van de sprekers hier aan tafel. Want dan hoef ik dat niet meer te doen. Dus dat scheelt. We hebben ook niet zo heel veel tijd, een uurtje ongeveer. En we hebben heel veel te bespreken. 30 jaar na de val van de Sovjet-Unie, verandering en continuïteit. We gaan het onder andere hebben over wie was waar op dat moment. Wat voor verwachtingen waren er toen? Zijn die uitgekomen? Waarom wel en waarom niet? We gaan het hebben over de onafhankelijkheid al dan niet van de media, de rol die spelen ook bij de aankomende parlementsverkiezingen inderdaad. Ik denk dat we ook niet eronder uitkomen om het te hebben over MH17, de verhouding van Nederland ten opzichte van Rusland en Oekraïne. Dus dat zijn hele grote vragen waar we, ik denk, proberen in drie kwartier in ieder geval een deel van te behandelen. Want het is zeker de bedoeling dat er ook vragen vanuit de zaal en via de Zoom, heel spannend via jou Wouter, tot ons gaan komen. Dus ik stel voor dat we zo drie kwartier met z'n vieren gaan praten. Maar als u het echt niet houdt in de tussentijd en er moeten vragen gesteld worden, dan kan dat natuurlijk altijd. Dan kunt u hier naar voren komen rennen om die vraag te stellen. Wij hebben afgesproken dat we elkaar gaan tutoyeren, dus schrik daar niet van. Ja, misschien kunnen we best gewoon van start gaan, Hubert. Ik moest even lachen, we hadden elkaar van tevoren aan de lijn. En toen vertelde jij 30 jaar geleden waar jij toen was. Jij was erbij. Een dag te laat. En dat is een cruciale dag was dat, die ik te laat was. Dat is altijd bij correspondenten, ja. Die dag te laat. Maar wat, jij had daarna reisde je met fotograaf Oleg Klimov en die vroeg aan jou. Die vroeg aan mij hoe lang het zou duren voordat Rusland een min of meer burgerlijke democratie zou worden. En we waren aan het eten in hotel-restaurant De Vuurtoren in Omsk, bekend van Dr. Anders P. En ik zei hem, en ik meen het echt, 10 jaar. Het was niet de eerste fout die ik maakte en ook niet de laatste. En wat dacht je dan? Hoe zou Rusland dan geworden zijn? Er was een werkelijke hoop bij de omgeving waarin ik verkeerde. In Moskou, dat is al een handicap nummer 1. In een wat intellectuelere omgeving, handicap nummer 2. En ook in een wat, je zou kunnen zeggen, democratisch georiënteerde omgeving, handicap nummer 3, was er een werkelijke hoop dat er iets van een burgerlijke democratie zou kunnen ontstaan, waarbij politieke partijen op basis van ideologische tegenstellingen zich zouden ontwikkelen, waarbij er een soort van burgerlijk recht, niet alleen op papier, maar ook in de praktijk zou kunnen worden geïmplementeerd. Dat burgerlijk recht is geïmplementeerd, dat is namelijk het Nederlands burgerlijk wetboek.
Maar in de praktijk is dat verder nooit iets van terechtgekomen. En er was hoop dat er eerlijke verkiezingen zouden worden gehouden. Want die waren ook net geweest. Op 12 juli 1991 had Rusland zijn eerste president gekozen. Misverstand wat vaak bestaat in Rusland zelf en daarbuiten is dat Rusland de Sovjet-Unie kwijtgeraakt is, verloren is. Maar Rusland is eigenlijk het land dat de Sovjet-Unie heeft opgeheven. Onder andere door op 12 juli een president te kiezen. En ja, het was de tijd dat Zhirinovski door iedereen gezien werd als een gek. Zhirinovski had als verkiezingsprogramma drie punten. Een route op weg naar de Indische Oceaan, warme havens. Finland terug in het Rijk. En elke dag één glas gratis wodka voor elke Russische volwassen burger. Dat, sowieso een goed en dat, punt. Alleen het laatste verkiezingsonderwerp werd als enigszins serieus genomen door ons. Terwijl we nu, 30 jaar later, moeten constateren dat Zhirinovski toen misschien al de kanariepiet in de kolenmijn was. Vergeet niet, hij werd toen mede gefinancierd door de Nederlandse ambassade, hè, want liberaal-democraat, klonk goed. De toenmalige politieke secretaris is thans vicevoorzitter van de Europese Commissie. Dus dat soort vergissingen komen in de beste families voor. We gaan zo meteen wat uitgebreider in waar dat in die 30 jaar, hoe jij daar naar kijkt, wat daar allemaal voor een belangrijke ontwikkelingen zijn geweest die daartoe hebben geleid tot waar we nu zijn. Ik wil eerst even vragen, Robert Serri, die 30 jaar geleden werd jij de eerste ambassadeur in Kiev, ja, in Nederland. Hoe was dat daar, dat perspectief vanuit Kiev? Niet direct, hè? Want precies 30 jaar geleden zat ik nog eigenlijk in het Midden-Oosten. Een andere pet op, maar ik ben inderdaad toen, ik heb het voorrecht gehad dat ik toen als eerste Nederlands ambassadeur naar Oekraïne ben gegaan. En ik deel wel een beetje jouw het optimisme dat jij had, dat had ik denk ik ook wel. Ik heb niet direct in termen van 10 jaar of zo zitten denken, maar wat ik vond en wat ik zag gebeuren was dat het in ieder geval heel langzaam zou gaan en met name ook dus die ketenen uit dat Sovjetverleden ook voor een land als Oekraïne heel zwaar wogen, met name als je denkt aan de economie, wat dat economisch betekende, ook die ontwrichting van die economie. Oekraïne was helemaal deel van de rest van de Sovjet-Unie en dat werd allemaal, werd dat verbroken. Dus dat leidde tot een enorme economische achteruitgang. Maar toch zag ik het optimisme van de mensen, dat ze vonden dat ze nu eindelijk vrijheid hadden. Dat ze er iets anders van wilden maken. Ik zeg niet direct dat de autoriteiten daar nou direct zo aan meewerkten. Ik geloof ook dat heel veel dingen aanvankelijk parallel liepen tussen Rusland en Oekraïne. Kijk, Oekraïne kreeg die onafhankelijkheid min of meer in de schoot geworpen. Het was opeens een onafhankelijk land. En dan nog wel met de grenzen waar iedere Oekraïne alleen maar van kon dromen. Zelfs de Krim was erbij, hè, vanwege het cadeau van Khrushchev. Dat was toen omdat niemand zich toen kon bedenken, moet je even afvragen wat er dus nu gaande is, dat die onlosmakelijke band tussen Oekraïne en Rusland ooit verbroken zou worden. Dus maakte het niks uit waar de Krim nou precies bij zou horen, bij de Oekraïnse Sovjetstaat in die tijd, of bij de Russische Federatie. Dus ik was eigenlijk ook wel optimistisch. En ik kan me nog herinneren dat ik heb nog een boekje geschreven, dat waren op zich voor iedere diplomaat om de eerste ambassadeur te zijn in zo'n belangrijk nieuw land in Europa. En ik hoop dat we daar verder ook nog wat verder over kunnen praten. Maar ik heb in dat boekje van mij, Standplaats Kiev is het vernoemd, heb ik eigenlijk gedacht dat die relatie tussen Rusland en Oekraïne zoiets zou moeten worden als tussen de VS en Canada. Nou, kijk, ja, waar we nu zijn. Ja. Daar moeten we het over hebben. Hoe kon het zo verkeerd gaan? Ja, werd dat vanuit Moskous perspectief ook zo gezien, dat zo zich zo zou gaan ontwikkelen? Nou, ik ken heel weinig Russen die gelijkwaardig zich beschouwen aan Oekraïne. Oekraïne wordt toch in Rusland gezien zoals tot voor kort Nederlanders Vlamingen zagen. Met een licht dédain. Het zijn boeren. Dus in Rusland had men eigenlijk helemaal geen idee dat er in Oekraïne iets zou kunnen gaan gebeuren wat zou lijken op een autonome ontwikkeling van het land. Ik heb dat eigenlijk nooit ervaren. Ik heb dat pas ervaren toen ik zelf een beetje door Oekraïne ging rondrijden en daar mensen sprak die hele eigen ambities hadden en ook hele eigen historische trots uiten. Maar in Rusland had je dat niet.
Dus die verwachtingen lagen echt uit elkaar. In Rusland dacht men gewoon dat de Oekraïners gewoon erbij zouden blijven. Zouden Benelux, hè, zoiets. Ja. Mariel, jij bent een beetje te jong, denk ik. Hè? Helaas. Je was wel al geboren, of niet? Ja. Maar als je hebt veel onderzoek gedaan, ook natuurlijk over de afgelopen decennia. Als je kijkt naar jouw specialisatie, het Russisch mediabeleid, maar misschien ook dat van Oekraïne. Had je toen, 30 jaar geleden, enig idee kunnen hebben, hadden mensen dat, van hoe het zich heeft ontwikkeld tot wat het nu geworden is, denk je? Ja, ik denk dat kijken naar media is een hele interessante hoek, omdat het juist zo nauw verbonden is met democratie. Dus als je denkt aan hoe vestigt een democratie zich, hoe zorg je ervoor dat de democratie bestendig is, dan is vrije journalistiek daar enorm belangrijk voor. Dus om het mogelijk te maken dat mensen weten waar ze op moeten stemmen, dat het een soort van de waakhondfunctie. En als je kijkt naar die periode, was het enigszins best wel hoopvol inderdaad. Dus daarvoor had je de pers, was feitelijk staatspers en was officiële censuur. Natuurlijk was er tijdens de perestroika ook al wel wat verschuiving aan het plaatsvinden. Maar in de jaren 90 was het plotseling alles mag, alles kan. Maar tegelijkertijd heb je dan het gevaar van privatisering. En dat hebben we vooral in Rusland heel sterk gezien. Dat juist omdat het niet meer in staatshanden was, werd het daarna geconcentreerd in de handen van een paar oligarchen. Die daardoor weer een machtspositie verworven, waardoor de media weer terug bij de macht was. Dus aan de ene kant zie je dat er een loskoppeling is van media en staat, maar tegelijkertijd komt er op een andere manier komt het er weer terug. En dat is sindsdien is dat alleen maar verergerd, om het zo maar te zeggen. Ja, want we hebben het positieve gedeelte geloof ik nu wel gehad, vrees ik, van al het optimisme van toen. Kan jij je een moment herinneren dat begon te kantelen, of als je er nu op terugkijkt? De presidentsverkiezingen in Rusland van 1996, toen de media massaal aan de kant van Jeltsin gingen staan. Ja. Dat heeft in Nederland, in het Westen, wat minder aandacht gehad, omdat het de goede kant was. Maar het heeft wel heel veel wantrouwen gezaaid. Dat is denk ik een eerste keerpunt. En het tweede keerpunt, maar dat is een sociaal-economisch keerpunt, dat is de zomer van 1998, toen Rusland failliet ging. Omdat Rusland niet meer de staatsschulden kon afbetalen en daar een moratorium op moest afkondigen. De roebel in elkaar sodemieterde. En Rusland in een financieel-economische chaos terecht kwam, die denk ik de basis is geworden voor de machtspositie van Poetin. Dat waren denk ik de eerste momenten. Maar op dat moment sloeg ik nog geen alarm. En ik heb eigenlijk ook nooit begrepen, we hadden het net even over Oekraïne bijvoorbeeld, wat in Oekraïne heel erg speelde in 1994, toen Robert Serry daar zat, het zogenaamd afstand doen van de kernwapens. Ja. Waar Oekraïne in 1994 aan heeft toegegeven. Of toen een Budapest een memorandum getekend. En dat vonden wij in Moskou, om maar zo te zeggen, volstrekt vanzelfsprekend. En pas vele jaren later werd mij duidelijk dat dat een cruciaal moment is geweest in de recente Oekraïnse geschiedenis. Ja. Terwijl dat in het Westen als een vanzelfsprekendheid werd ervaren, want al die oude rommel moest worden opgeruimd en dan kon je de Oekraïners niet toevertrouwen. Dat zouden de Russen doen en de Amerikanen zouden betalen. Daar kwam het kort gezegd op neer. Ja, nee, dat is zeker waar. Ik kan me ook herinneren dat het helemaal niet zo makkelijk was om de Oekraïners daarvan te overtuigen dat het in hun eigen belang was, vonden wij, om afstand te doen van die wapens. Maar ze kregen er dus de Budapest-verklaring voor terug, waar ook Rusland dus verklaarde dat de Oekraïnse integriteit zou worden gewaarborgd, ook door Rusland zelf. Nou, dat is dan. Je kunt je dus wel voorstellen wat Oekraïners nu denken over de deal die ze toen gemaakt hebben. Dat heeft dus heel veel, wekt nu veel verbittering bij veel van mijn Oekraïnse vrienden. Was dat op het moment dat jij daar zat, dat je dat moest uitleggen, iets wat in jouw hoofd zat van misschien is dit eigenlijk niet zo'n goed idee? Nou, veel Oekraïnse gesprekspartners hadden wel hun twijfels of ze dat wel moesten doen. Omdat toen al, met name, kijk, dan kom je eigenlijk ook weer wat Oekraïne eigenlijk is. In het westen van het land, daar ging het nationalistische hart luid kloppen vanaf dag 1 van de onafhankelijkheid. Daar wilde men ook eigenlijk liever niet af van die wapens, want men vertrouwde Rusland niet. Achteraf gezien dus juist, moet ik nu vaststellen. Maar dat was dus in die tijd, was dat al een beetje, kon je zien dus dat met name in de westelijke Oekraïne men liever die wapens wilde behouden. En aan de andere kant was het meer van ja, dat moeten we regelen, et cetera.
Zo werd dat toen gezien. Maar je vroeg om kantelpunten. Hè? Hoe het ja, het moment ging. Dat het kijk, dat de kantelpunten aan, van... de kantelpunten aan de Oekraïnse kant zijn geen negatieve punten, maar juist positieve kantelpunten, die ik zou willen noemen. Dat begon met de zogenaamde Oranje-revolutie. Dat was de eerste keer dat de mensen het vertikten om een verkiezing te accepteren die duidelijk, hè, waarin duidelijk gefraudeerd werd. Hè, dat was dus, veel later, hè, was dat? Dat was inderdaad, we praten over 2005. Ja. Hè? Kijk, tot die tijd liep veel, in mijn ogen, parallel met ontwikkelingen in Rusland. Maar het grote verschil is, denk ik, dat terwijl veel Russen wat er gebeurd is beschouwen toch als een soort nederlaag, want ze zijn dat rijk kwijtgeraakt. Dat is natuurlijk een hele andere ervaring aan de Oekraïnse kant. Ze zijn onafhankelijk geworden. Mm. En dat werd meer en meer, werd dat dus ook gekoesterd. Hè? Maar ook daar zagen heel veel Oekraïners dat het helemaal niet goed ging. Als het ging om democratische waarden, een burgerlijke, hè, democratische samenleving. Daar werden maar mini-stappen gezet. Hè? En bovendien leed iedereen onder die economie. Desondanks gingen de mensen de straat op. In 2005, de Oranje Revolutie. Omdat ze dit niet langer pikten dat het zo ging. En toen kwam Yushchenko aan de macht. Yushchenko is toen een grote teleurstelling geworden. Maar het blijkt ook weer hoe moeilijk het is vaak om veranderingen, hè, werkelijk teweeg te brengen. Yushchenko was wel van goede wil, maar hij had ook alle politieke tegenwerking. Komen trouwens op iets anders, dat in Oekraïne er absoluut geen sprake is van heel veel centralistisch denken. Mensen zijn het meer oneens met elkaar dan eens met elkaar. Je hebt natuurlijk ook de regio's, et cetera. Dus dat speelde ook allemaal mee. Maar ik zie dat als het eerste positieve punt. Daar werd echt duidelijk een streep getrokken onder dit accepteren. De bemoeienis van Rusland. En toen is natuurlijk de volgende stap, is de Maidan-revolutie geweest. Toen alweer, Janukovic was notabene terug aan de macht gekomen. Dus je ziet hoe het kantelpunt ook daar ook weer helemaal de andere kant uit had kunnen gaan. Mm. Want uiteindelijk wilde Janukovic niet kiezen voor dat associatieakkoord, maar had hij zich laten omkopen door zijn vriend in Moskou. Ja. En toen dat bekend werd, kwam er dus een volgende revolutie, die eigenlijk nog belangrijker is geweest, denk ik, hè, voor de recente geschiedenis van Oekraïne. Vooral ook door de reactie van Poetin zelf. Ja. Want toen Poetin vervolgens de Krim annexeerde, vervolgens een zogenaamde opstand in het oosten van het land ondersteunde, toen moesten Oekraïners wel kiezen wie ze waren. En de overgrote meerderheid, en zeker de jeugd, heeft gekozen voor vrijheid. Ja. Ik wil even aan Marielle ook vragen. Als je deze punten hoort, kantelpunten, in goede en slechte zin van de heren, kun jij daar dan iets van herkennen in de ontwikkeling van de media? Hubert noemde al de steun voor de president, die eigenlijk zou gaan verliezen. Voor Yeltsin, we horen de Maidan en de Oranje Revolutie. Is er iets te zien in de ontwikkeling van de media parallel daaraan? Ik denk dat 96 inderdaad een belangrijk keerpunt is geweest, waar toen helemaal duidelijk werd, inderdaad, de media kunnen we niet meer zien als onafhankelijk. Mm-hmm. Dus dat is in die zin een desillusie. Dus dat het hele ideaal van onafhankelijke media dus eigenlijk niet waar was. En tegelijkertijd is dat ook precies geweest wat later, dus in het begin van de jaren 2000, ook de mogelijkheid gaf om die macht te gaan inperken. Dus om te zeggen, jullie hebben te veel politieke invloed. Dit is niet jullie plaats. Dus dit is precies het argument wat toen gebruikt is om in eerste instantie Russische televisiekanalen te onteigenen of om de eigendomsstructuren aan te passen. Om die macht van de staat over die pers uit te breiden. Dus in eerste instantie vooral televisie, daarna ook steeds meer de pers. Dus gewoon nieuws, kranten en steeds verder uitgebreid. Dus dat zie je zeker. Ik zou zeker zeggen dat inderdaad een heel erg belangrijk punt is geweest. En om aan te haken op de Maidan en ook de Oranje Revolutie. Het is interessant om inderdaad die vergelijking tussen Oekraïne en Rusland te maken. Omdat het gaat feitelijk om het ontwikkelen of het doorbreken van politieke apathie. Dus inderdaad het stimuleren van een gevoel, er is politiek en het doet ertoe. En ik moet mij daarvoor inzetten. Dus niet alleen ik, maar iedereen en dat collectieve zich daarin ontwikkelen. En in Rusland duurde dat veel langer. Dus dat is pas in 2011, 2012 met die grote protestbeweging. Dat was de eerste keer dat we dat hebben gezien.
Maar tegelijkertijd had je daar ook heel veel competitie en heel veel strijd tussen die verschillende oppositiepartijen en groeperingen. Waardoor dat allemaal een beetje verwaterd is. Maar tegelijkertijd zie je nu nog steeds de restanten daarvan. Dus het feit dat Navalny die enorme beweging heeft kunnen opbouwen, is feitelijk de culminatie van wat er toen al is begonnen. En natuurlijk is het heel erg jammer dat het nu weer de kop in wordt gedrukt. Maar tegelijkertijd wellicht biedt Oekraïne ook een beetje perspectief. Dat inderdaad, wanneer dat gevoel is ontwaakt, dat dat weer perspectief biedt op verdere politieke ontwikkeling naar de toekomst toe, wellicht. Want hoe kijken jullie daarnaar? Stond er dan in Oekraïne meer op het spel? Hè? Over die apathie, waarom gebeurde het daar wel? En waarom is het in Rusland zo moeizaam? In 2014 stond er in de Oekraïne ongelooflijk veel op het spel. In essentie stond op het spel of de Oekraïne een soevereine staat was, die zijn eigen buitenlandse politieke prioriteiten kon stellen. En die keuze voor Europa was een uiting daarvan. Zoals de terugkeer in de Russische moederschoot daar ook een andersoortige, maar dezelfde uiting van zou zijn. In Rusland is die vraag nooit aan de orde geweest. De Russische... De existentiële vraag. Nee, de existentiële vraag van Rusland is altijd verbonden met revolutie, met chaos, met boerenopstanden die je moet voorkomen. Maar in Rusland heeft nooit iemand zich de vraag hoeven stellen, bestaan wij wel en waarom eigenlijk? Nee. En dat leidt ertoe dat in Rusland ook het Versailles-syndroom, het verdriet, om maar zo te zeggen, over het verlies van het grote imperium, 30 jaar later, alleen maar groter wordt. Nee. Ik heb het tegen diezelfde Klimov in Omsk niet hoor, maar later wel eens gezegd, god, wint je niet zo op. In Nederland duurde het ook 20 jaar voordat wij in Indonesië een excessennota over Indonesië gingen schrijven. Voor tussen 1949 en 1969. Maar ja, daarna werd het wat minder in Nederland. Dat hangen naar het Indonesische verleden. En in Rusland is het alleen maar sterker geworden. En dat komt volgens mij omdat eigenlijk in Rusland de politiek is afgeschaft. De afgelopen 10 jaar. Er is geen politiek domein. Er is eigenlijk alleen maar het verleden. Mm. En er is alleen maar de angst voor chaos. En die twee dingen die bepalen het politieke discours in dat land. En dat maakt dat ik niet zo optimistisch ben over dat de Maidan ooit een voorbeeld zou kunnen worden voor de Russische Maar dat zegt ook niemand, vrees ik. Nee. Ik heb ook niet per se een Maidan-scenario in gedachten. Dan moeten we zeker ook niet aanwakkelen, want dan misschien wakkeren we de repressie alleen maar verder aan. Maar wat ik eerder zou aanmerken is dat ik zie nu wellicht meer potentie voor daadwerkelijke politieke ontwikkeling. Dus als je alleen al kijkt naar hoe er nu binnen de Communistische Partij bijvoorbeeld, hoe die kandidaten zich opstellen, dan getuigt dat van veel meer politieke identiteit en daadwerkelijke politiek dan wat we eerder hebben gezien. Dus aan de ene kant zie je dat de ruimte voor oppositiepartijen wordt steeds verder beperkt. Tegelijkertijd zie je met de kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen, wat niet wil zeggen dat dat lukt, dat die zich meer gedragen als politici. Dus dat ze daadwerkelijk contact zoeken met degene die op hen zouden moeten stemmen. En ik denk dat dat wel een daadwerkelijke verandering is. Maar hoe dat zich gaat ontwikkelen, dat is enorm moeilijk te voorspellen. En dat hebben we meerdere voorbeelden van gezien hoe moeilijk dat is. Maar wellicht is het wel een positief signaal in die zin. Dus dat er in ieder geval behoefte is aan politiek. En ook dat er mensen zijn die zich feitelijk het risico willen nemen om dat te gaan doen. Want het is enorm risicovol om je inderdaad politiek verkiesbaar te willen stellen. En kan je schetsen voor de mensen die dat misschien minder op de voet volgen, hoe de media dat heeft gefaciliteerd, laten we zeggen misschien vanaf 2010, en hoe zich dat heeft ontwikkeld naar nu? Ja, voor Rusland kan je het makkelijkst een onderscheid maken tussen voornamelijk televisie en de pers. Dus dit zijn de massamediakanalen, om het zo maar te zeggen, die een heel erg groot bereik hebben. En die zijn daarom ook eerste prioriteit geweest voor de overheid om die onder controle te brengen. Dus dat begon al in het begin van de jaren 2000. Dus eerst NTV, dat is een heel voornaam voorbeeld. Maar daarna feitelijk alle tv, kleine uitzonderingen daar gelaten, is het grootste deel toch wel behoorlijk onder staatscontrole. Dus het is feitelijk als je enig bereik hebt, dan kan je wachten dat er ook iets gaat gebeuren. Maar tegelijkertijd zag je dat de opkomst van het internet, dat was plotseling een andere ruimte waarbinnen dat wel kon. Dus je ziet dat daar journalistieke initiatieven zich ontplooiden die ook enorm succesvol werden. Dus voornamelijk ook in 2010, die periode daarna, zag je dat die zich enorm vestigden. En ook enorm goede kwaliteitsjournalistiek. En die werden ook heel erg populair, waardoor ze ook weer aandacht op zich vestigden. En je langzaam zag dat
de eigenaarstructuur werd aangepast, dan werd de hoofdredacteur werd eruit gegooid. Dan ging de rest van de redacteuren, die zeiden van nou, daar zijn we het niet mee eens, die gingen er vandoor. En ze werden stuk voor stuk, al die voorname online media, die werden allemaal aangepakt. En sommige daarvan, die hebben zich herpakt. Ze zijn heel creatief, heel fanatiek ook. Ze vinden het heel erg belangrijk. Dus bijvoorbeeld Lenta, dat was een van de voornaamste online media. Daar is inderdaad de hoofdredacteur is er uitgegooid. En ze hebben met z'n allen hebben ze een nieuwe outlet hebben ze gecreëerd in Riga, Medusa. En die zijn vervolgens ook weer heel erg succesvol geworden. Omdat zij juist heel erg bewust waren van, hoe doe je dat dan? Als je een nieuw merk moet maken, niemand weet van jouw bestaan. Hoe zorg je ervoor dat publiek jou bereikt en inderdaad jouw kwaliteitsjournalistiek waardeert? En ze waren er heel erg succesvol in. En die zijn nu een van de media die zijn aangemerkt als buitenlands agent. Dus je ziet dat juist ook degenen die daar heel erg bedreven in zijn, dus die erin slagen om zich te vestigen, die ook heel erg goede onderzoeksjournalistiek doen, die worden nu afgelopen half jaar één voor één aangemerkt. Dat is dan wel buitenlands agent, dan wel ongewenste organisatie. Ja, dat is feitelijk onmogelijk voor zo'n iets als we zo in de aanloop naar de parlementsverkiezingen kunnen we daar misschien nog wat specifieker op ingaan. Als je tegelijkertijd kijkt naar de rol in Oekraïne, wat zie je dan daar voor een ontwikkeling van de media? Ja, ik moet wel zeggen dat het een beetje buiten mijn terrein is, maar ik vind het interessant om nu te volgen dat binnen Rusland is steeds het argument, er is buitenlandse inmenging. Dat is een van de sterkste argumenten die je kan gebruiken om repressie te legitimeren. Dat werkt altijd. Dus dat wordt constant gebruikt. Maar nu zie je in Oekraïne dat wellicht tot op zekere hoogte terecht, er wordt aangemerkt, deze media moeten wij beperken, want die zetten zich in voor Russische belangen of die zijn daadwerkelijk daadwerkelijk middelen die gebruikt worden. En natuurlijk is het nu de vraag, in hoeverre gaan ze daarin te ver? Dan kan je ze een voorbeeld geven, Russia Today geloof ik, verboden. Ja, bijvoorbeeld Yandex, Kontaktje, Russische sociale media zijn geblokkeerd in Oekraïne. Maar je hebt nu ook conglomeratie, precies, televisiestations, die dan worden gezien als pro-Kremlin. En waarvan de eigenaren ook worden gelinkt aan het Kremlin op de een of andere manier. En is er iemand in Oekraïne die dat problematiseert of wordt gewoon gezegd, nee, goed idee eigenlijk wel? Ik denk dat het grootste deel van de bevolking het begrijpt waar het gebeurt. Want je moet je natuurlijk ook wel goed realiseren dat is de serieuze kant van het verhaal nu. Dat die twee landen eigenlijk op voet van oorlog met elkaar staan nu. Mm-hmm. En dat dan is de media spelen daar ook een rol in. Alles wat er gebeurt om de ander te kunnen negatief te kunnen beïnvloeden, dat wordt allemaal ingezet. Zeker ook aan de Russische kant. Dus daarom is dit ook gebeurd. Maar ik denk dat ik toch wel mag stellen dat de media, zeker in vergelijking met Rusland natuurlijk, veel meer vrijheid hebben in Oekraïne nu. Het is niet zo dat ik een heel rooskleurig beeld wil schetsen van die media in Oekraïne. Want vaak, en dat is ook zo opvallend, dat vaak Oekraïners dat zelf ook wel weten, dat sommige media, die zijn van die politicus. De andere media zijn van die politicus. Wat je ziet is dat media nog veel te veel gelieerd zijn aan politici of soms ook aan oligarchen. Maar dat weet de bevolking, over het algemeen, althans zeker het politiek bewuste deel van de bevolking. En dat moet je ook weer niet onderschatten in Oekraïne, hoe bewust, politiek bewust die bevolking is geworden. En dus men weet dat, dat er beïnvloeding plaatsvindt. Die is, natuurlijk zegt hij dat omdat hij voor die oligarch werkt. Ik bedoel, dat is allemaal bekend in Oekraïne. Maar als je naar het geheel kijkt, dan wil ik er toch wel positief over zijn. Want die media, die ontwikkelen zich. Het internet. Internet heeft ook een enorm belangrijke rol gespeeld in Oekraïne. Vooral natuurlijk ook onder jongere mensen. De sociale media. Dat is allemaal heel erg vibrant in Oekraïne nu. Misschien een goed moment. Ik weet niet of er vragen zijn over dit thema vanuit de zaal, dan wel via de Zoom. Voordat we overgaan naar... Ja, daar is iemand die mag even naar voren komen. Fijn als u even roept wie u bent. Sinta de Pont van Pax. Ja, hij doet het, denk ik. Ik hoor iets. Ja? Okay? Nou ja. Gewoon hard roepen. Oké. Okay. Ik wil even als aanvulling op wat Robert Sally net vertelt. De diversiteit van het medialandschap in Oekraïne. Daar,
De journalisten weten ook, dit verhaal kunnen we bij deze media-outlet niet plaatsen, maar ik weet wel een collega, die zit ergens anders, daar kan ik het wel kwijt. Mm-hmm. Dus je kunt niet overal alles zeggen, maar je kunt wel alles zeggen als je weet hoe en waar. Mm-hmm. Jazeker. Oké, okay, dank u wel. Niet een vraag, hè? Was het verder. Oké, okay. Iemand anders nog? Is er iets hier bij jou binnengekomen? Ik heb twee vragen binnengekregen. Die gaan wel weer wat meer terug de geschiedenis in. Oh, nou, misschien doen we die aan het einde dan. Die doen we dan aan het einde. Helemaal goed. Ja, we zijn nu een beetje in ontwikkeling. Ja, dat zou jammer zijn om weer helemaal terug te gaan. Komen we daar straks op terug. Oké, okay, dankjewel. Ja, we moeten mensen maar een beetje geruststellen dat dat nog komt dan. Ja. Wendelmoet. Ik ben inderdaad Wendelmoet, ook oud-correspondent van de eerste termijn van Poetin. En mijn vraag had een beetje op die periode betrekking. Want toen zag je heel erg dat... jullie hadden het over tijd van hoop. Maar in mijn herinnering althans was die eerste tijd van Poetin ook een tijd van hoop in het Westen. Poetin was de vriend ook in de strijd tegen de internationaal terrorisme. Ja. Zeker na 9/11. En dat is natuurlijk... In die eeuwige is Rusland, hoort het bij het Oosten of het Westen. In mijn gevoel was er toen heel erg een hoop dat ze westelijk georiënteerd zouden blijven. En ik was eigenlijk benieuwd hoe je nu ziet dat... hoe jullie zien hoe dat de berichtgeving over Rusland nu beïnvloedt. Nu dat zo duidelijk de keus voor een eigen koers, de oostelijke koers eigenlijk, hoe dat onze blik beïnvloedt. Goeie vraag, ja. Ik wil er wel wat over zeggen, ook met... Om met een herinnering te beginnen. Ik was in die tijd, zat ik in het Midden-Oosten, in Jeruzalem. Ik werkte daar voor de VN. Midden-Oosten heb je het Midden-Oosten kwartet, waar Rusland ook bij zit. En ik heb eigenlijk die evolutie zien gaan, van hoe wij als westerse landen, de EU zat ook in het kwartet, de VS, Rusland, er werd goed samengewerkt in het Midden-Oosten. Maar het werd elk jaar moeilijker. Ook door andere conflicten. Denk aan Libië, Syrië, dat zich toen begon heel erg begon op te spelen, ook in de relatie tussen Rusland en het Westen. Met ook altijd nog, hoe vaak ik niet heb moeten luisteren naar de argumenten van Russische collega's, van hoe zij in de Balkans voor buitenspel zijn gezet door de NAVO en al dat soort dingen. Dat werd steeds luider. En het ging kapot in 2014. Mm-hmm. Dat is echt de césuur geweest. Was het niet al eerder... Nee, eerlijk gezegd vind ik zelf dat eigenlijk het echte gebrek aan vertrouwen... ik praat nu vooral ook over het diplomatieke spel, zeg maar. Dat toch wel een beetje, wat er toen gebeurde op de Krim... En vervolgens in Donbass, dat is echt het kantelpunt geweest. En sindsdien is het ook nooit meer goed gekomen. Zie je dat ook zo? Ik denk dat Robert Ferri er helemaal gelijk in heeft. En dat kan ik ook illustreren aan de hand van het voorbeeld van de Georgische oorlog van 2008. Ja. In het voorjaar van 2008 heeft de NAVO besloten om Georgië en Oekraïne niet toe te laten tot de vestibule van de NAVO. En dat was omdat de Europese landen tegenlagen en niet wilden dat het Amerikaanse plan zou worden doorgezet. In augustus van dat jaar had je de Vijfdaagse Oorlog tussen Georgië en Rusland. Nou, dat was op zich natuurlijk een fluitje van een cent voor Rusland. Maar als je kijkt naar de reacties in het Westen, dan zijn die heel mild. Sarkozy, de president van Frankrijk, die kwam meteen in de benen om er een voor Georgië smalelijke aftocht uit te onderhandelen. Er is eigenlijk heel weinig relatie gelegd tussen de Vijfdaagse Oorlog in Georgië en het besluit van de NAVO kort daarvoor om Georgië niet toe te laten tot als kandidaat-lid, potentieel lid van de NAVO. Sterker nog, ik had heel erg het gevoel toen dat in het Westen, zeker in West-Europa, men het wel fijn vond dat de Georgische president Saakashvili heette. Dat was natuurlijk gewoon een brutale aap. Mm. Die ontzettend grote mond had en ook dacht van ik ga net zo ver totdat het lijntje breekt. En hij dacht dat hij door Bush zou worden gesteund. En dat gebeurde uiteindelijk niet. En dat men dat wel een goede analyse vond van wat er gebeurd was. Nou, dan heb je die ene gek, die Saakashvili, die maar zijn gang gaat. En dan heb je dat Rusland dat... rechtvaardige claims heeft daar in de Caucasus. En nu komt alles tot rust. En dat gebeurde niet. Het kwam niet tot rust, bleek 6 jaar later.
Ik denk dat 2008 een vrij belangrijk jaar is geweest, maar dat dat in het Westen niet als zodanig is gepercipieerd. Nee, niet. Dus pas in 2014 is het echt omgekeerd. En toen kwam de fallout, werd zichtbaar. En toen was er ook geen weg meer terug. Nee, precies. Oké, nou daar staan we dan misschien goed om vanaf dat moment dan verder te kijken naar de ontwikkeling. Nu was ook het volgende punt op mijn lijstje. Als we kijken naar de relatie van Nederland met Rusland, met Oekraïne nu. We moeten gaan zo ook over de media nog even doorpraten. Hoe staat die er nu voor? Heel algemeen vraag, snap ik. Maar je hebt er allerlei ideeën over, weet ik. Ik ga er niet over. Nou, maar je vindt er wat van. Die zijn beroerd. Die zijn beroerd natuurlijk door de MH17. En ik heb sterk de indruk dat er een verlangen is in Nederlandse regeringskringen om die twee dossiers te scheiden. De MH17 een beetje apart te zetten van de bilaterale verhoudingen Nederland-Rusland. En dat we weer een beetje teruggaan naar wat ik toen wel vrij grappige onthullingen vond in WikiLeaks. Die hebben ook de telegrammen onthuld van de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag aan Washington over Balkenende, toenmalige premier. En die zei steeds tegen de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag: laat die Russen maar aan ons over. Daar hebben wij verstand van Rusland. Jullie niet. En ik heb het gevoel dat er in Den Haag een groot verlangen is. Nostalgisch verlangen bijna naar die tijd. En welke aanwijzingen heb je daarvoor? Dat die gescheiden trajecten... Die heb ik eigenlijk niet, die aanwijzingen. Het is puur... Ongestraft iets roepen. Het is een kennisnetwerk met feiten, heb ik net gehoord. Laat ik zeggen dat ik grote zorg proef in de Tweede Kamer en bij de regering over het feit dat de MH17 Nederland op een achterstand heeft gezet als het gaat om contacten met Rusland. Hè. Dus de Franse, de Spaanse, Italiaanse, de Duitse delegaties, die vliegen in en uit op Sheremetyevo en Domodedovo. En de Nederlanders die mogen dat allemaal niet vanwege de MH17. En mijn indruk is dat zijn langste tijd gehad heeft, die combinatie van die twee dossiers. Mm. En daar heb ik, ik durf dat wel op te schrijven, maar ik kan het niet annoteren, deze mededeling. Oké. Nou, misschien kunnen we daar zo meteen vanuit de zaal nog iets interessants over horen. Heb jij dezelfde indruk of niet? Nee. Dat is altijd fijn. Eerlijk gezegd weet ik ook niet. Ik zie gewoon een duidelijke impasse in die relatie nu. En dat Nederland ook niet goed weet hoe daaruit te komen. Vooral vanwege MH17. Maar kan je daaruit komen? Als het over Rusland gaat. Ik weet niet. Wil je daaruit komen? Dat is ook nog een andere vraag op dit moment. Kijk, zoals ik het nu bekijk, moet je dat vooral ook in breder verband zien, dus ook in Europees verband zien. Wat willen we nu met Rusland? Wat voor een dialoog wil je onder de huidige omstandigheden met Rusland aangaan? Wat ik heel belangrijk vind, laat ik dan toch maar weer even naar Oekraïne kijken, is dat los van wat in die relatie met Rusland gebeurt, dat Nederland en Europa volledige aandacht blijft geven aan Oekraïne. Kijk, dit is in feite een kasplantje nu in Oost-Europa geworden, waar democratie misschien toch aanslaat in een groot Slavisch land. Dat is eigenlijk wat nu op het spel staat, wat mij betreft. Maar dat kasplantje wordt te weinig opgekweekt? Er is soms te weinig nog besef wat daar gaande is, vind ik. Vandaar dat ik ook heel blij ben om hier mee te doen aan dit debat. Er is te weinig besef, zeker ook in Nederland, dat Oekraïne inderdaad een belangrijk groot nieuw land in Europa aan het worden is. Dat we op eigen merites moeten gaan bekijken. Dus ook niet te veel meer moeten relateren aan Rusland. Mm-hmm. Het is een land dat een zelfstandige relatie verdient nu met Europa. Dan kunnen we gaan praten hoe die relatie moet worden ingevuld. Kijk, het gevaar wat nu dreigt met Oekraïne is dat, terwijl de Oekraïners dolgraag, nou, dan moet ik het niet overdrijven, maar een grote meerderheid, echt een hele grote meerderheid, wil dolgraag lid worden van de EU. En zelfs nu een meerderheid wil lid worden van de NAVO, als je naar de peilingen kijkt. Maar goed, daar is het nog iets minder. Nou, ik zelf zeg niet dat dat
Terwijl omgekeerd wij daar helemaal niet aan willen denken. Er is geen enkel perspectief, redelijk perspectief. Over 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, NAVO al helemaal niet. EU ook al heel moeilijk. Nee. En laten we vooral ook het referendum niet vergeten. Dat hier heeft plaatsgevonden, wat natuurlijk toch ook een beetje een klap was voor de Oekraïners. Overigens heeft dat niet betekend dat Oekraïners nu negatief tegen Nederland aankijken, integendeel. Gelukkig. Wordt, ja, ik heb wel een bewijs voor de stelling. Ja. Oh, je hebt het net bedacht. Ja. Nou ja, ja. Wat ik openbaar kan zeggen, ja. Maar. Nou, dat is heel simpel. 2 weken geleden is de minister van Infrastructuur heeft ontslag genomen uit de regering. Hij is voorzitter geworden van de Vereniging Nederland Energie. Daar heb ik iets over gehoord, ja. En de minister-president, weten we sinds een paar dagen, wist daar al weken van dat ze over zou stappen en dat ze gekozen zou worden tot voorzitter van die vereniging. Die vereniging heeft overigens geen openbaar jaarverslag, geen openbare jaarrekening, maar goed, dit terzijde. Een van de leden van die vereniging is Gazprom. De 2 vennootschappen van Gazprom die aan de Zuidas in Amsterdam zijn gevestigd. Dus strikt genomen is Cora van Nieuwenhuizen nu een INO-agent. Volgens de Russische wet. Ik ben, godzijdank hebben wij zo'n wet niet in Nederland. Geen misverstand daarover. En de premier heeft haar niet tegengehouden. Dus het bewijs voor de stelling. Behoefte aan normalisering, ja. Voor de notulen. Het is de economie, Hubert. Ja. Het zijn de economische banden. Ja, dat zeg ik niet. Dat geloof ik zelf ook. Ik wil zo eigenlijk nog even, want ik wil even nog wat aandacht ook voor Marielle en haar onderzoek naar de media in Rusland. En dat past eigenlijk beter bij het onderwerp parlementsverkiezingen, denk ik, dan bij dit niet dat ik je vergeten ben of zo. Maar misschien is het een logisch moment om nog even richting Wouter te kijken of Bob of nog iemand in de zaal is die meer over de relatie Nederland, Rusland, Oekraïne hier iets wil vragen aan deze kenners aan tafel. Cheng. Het is echt een reunie, hè? Ja. Inderdaad, heel fijn om hier te zijn. Iedereen weer te zien. Mijn vraag was eigenlijk hoe het feit dat Amerika heeft zich teruggetrokken uit het Midden-Oosten richt zich nu op China en de Zuid-Chinese Zee en een eventueel conflict dat daar aan zit te komen. Hoe verandert dat geopolitieke moment nou het manier waarop wij naar Rusland kijken of zouden moeten kijken? En de vraag natuurlijk die daar een rol speelt, gaat Rusland China steunen? Of zelfs misschien een bondgenootschap met China aan? Of zou het in ons belang zijn om te proberen Rusland in ieder geval onafhankelijk te houden? Dus die vraag over de geopolitieke shift naar het oosten en wat dat voor ons verandert. Nee. Ja. Daar is straks. Het is wel even een heel nieuw, nieuw thema. Dankjewel. Nee, ik zou. Ja. Maar dan zit je niet bij. Nee. Dan ga ik bij zitten, dan doe ik verslag. Ja, nee, maar voel je. Ik voel me absoluut zeker op dit terrein. Wat ik wel. Daarover zou willen zeggen, is dat in die zin het interessant wordt om te kijken wat voor een uitslag de Duitse parlementsverkiezingen over 2 weken zullen hebben. En of daar een coalitie uitkomt met de Groenen bijvoorbeeld erin. En dan zou dat een verandering kunnen betekenen voor de Europese politiek ten opzichte van Rusland. Ja. Ook iets strenger. Ik denk niet dat we de Russen kunnen weerhouden van hun drang naar Oosten via al te veel, wat zou ik zeggen, pemperen. Maar als de Duitse verkiezingen in Berlijn leiden tot een coalitie met de Groenen, dan ontstaat er een nieuwe situatie in Europa. Niet radicaal nieuw, maar toch wel met interessante nieuwe nuances. Ik heb toevallig een paar weken geleden alle verkiezingsprogramma's van de Duitse politieke partijen gelezen over Oost-Europa. En de Groenen zijn de enige die een stellig standpunt hebben over Nord Stream 2, ja. Stoppen namelijk. Ja. De Groenen zijn ook de enige die de Oekraïne als een apart onafhankelijk land behandelen in hun verkiezingsprogramma. Alle andere Duitse politieke partijen beschouwen het toch als het grensgebied van het grote Russische Rijk. Ja. Nee, ik denk dat Oekraïners om die reden ook veel meer interesse hebben in de Duitse verkiezingen nu dan in die Duma-verkiezingen, waarvan ze de uitslag toch wel van tevoren kunnen voorspellen. Dus we heel erg naar Duitsland, naar Berlijn. Wil je ingaan op de als oud-diplomaat? Ja, kijk, die vraag over de VS.
Het is nog mij niet helemaal duidelijk wat Biden uiteindelijk wil. Met, zowel met Rusland als met Oekraïne. Hij heeft Zelensky op bezoek gehad. Biden heeft daarvoor gekozen om Merkel te steunen. Als het gaat om het Nord Stream 2 dossier. Maar daar heeft hij voor teruggevraagd een package, een energiepakket van een aantal miljarden voor Oekraïne. Die dan om Oekraïne daarmee dus op die manier toch weer tevreden te stellen. Dat lijkt erop alsof hij dus toch liever wil dat wij, Europeanen, vooral ons bezighouden met onze eigen Europese problemen. Dat is weer een aparte vraag of we dat wel kunnen. Maar ik denk dat dat toch een beetje, het begin van dat zie ik wel in de opstelling van de VS nu. En dat heeft dan te maken met die geopolitieke veranderingen, dat de Amerikanen zich dus nu veel meer willen richten op anderen. Ja. Ja, met name dus op China. Dat zou dat kunnen verklaren. Maar als het om Oekraïne gaat, denk ik dat het ook heel belangrijk is voor Oekraïne, dat dus geen uitzicht heeft op een NAVO-lidmaatschap. Dat bijvoorbeeld een land als de VS, maar ook het Verenigd Koninkrijk, Oekraïne militair blijven steunen. Dat is gewoon keihard noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijke agressie. En ik denk dat daar Zelensky ook wel weer garanties heeft gekregen tijdens zijn laatste bezoek aan Washington. Aan Amerika. Dat doorgaat. Oké, voor de rest moet ik je dan toch verwijzen. Sheng, je bent weggedoken. Maar naar de notulen van de breakout sessie. Hij let helemaal niet op. Maakt niet uit. Oh, hij krijgt het antwoord van Rob de Wijk. Nou, ook goed. Dan horen wij dat daarna weer. Ik wil eigenlijk door naar de parlementsverkiezingen. Tenzij er nog iemand is die iets wil roepen. Ja. Ik heb wel een wat meer toekomstgerichte vraag voor. Kijk. Over de relatie tussen de EU en Rusland. En namelijk de rol van sancties aan alle sprekers. Deze vraag komt van Misha Kemper van de Universiteit van Amsterdam. Ja. En die luidt. Of die sancties er nog zijn over 10 jaar, of dat we die op een gegeven moment moeten stoppen, ook als daar geen uitkomst aan verbonden is. Dat past een beetje in jouw feitenvrije ideeën, Hubert, deze vraag volgens mij. Daar kun je rustig over speculeren. Ja, nou, ik heb ooit hoorde ik de Amerikaanse sanctietsaar, zoals hij daar heet, de briljante opmerking maken, sancties werken pas als ze werken. Het ging over Iran. Nou, gefeliciteerd wel trusten, dacht ik toen. Hier komen we niet verder mee. Ik denk dat we over 10 jaar geen sancties meer hebben. Europese sancties, jegens Rusland. Nee, Europa heeft te veel belang bij normalisering van de economische betrekkingen. Of dat eigenlijk heel belangrijk is voor Rusland. Politiek zeker zal het heel belangrijk zijn voor Rusland als die sancties worden afgebouwd. Economisch ook wel. Maar we moeten niet vergeten dat de Russische economie de afgelopen 100 jaar, ik zeg het uit mijn hoofd hoor, dus misschien vergis ik me, maar 7 of 8 jaar niet onder sancties verkeerd heeft. Sinds de Oktoberrevolutie van 1917 zijn er altijd wel terreinen geweest waar westerse sancties waren en het beroemde Jackson-Vanik amendement is geloof ik pas diep in de jaren 90 door de Verenigde Staten opgeheven. Dus de Russische economie is eigenlijk gewoon niet anders gewend dan dat het moet functioneren onder sancties. Dus misschien dat ook de reden is waarom ze er zo goed tegen kunnen en dat het meer ons probleem is dan hun probleem. En hoe zou de EU daar een beetje netjes onderuit kunnen komen dan? Nou, allereerst, ik denk dat als je het vanuit Russisch perspectief bekijkt en wat ik zelf daarover hoor van de Russische gesprekspartners, is dat eigenlijk die Amerikaanse sancties voor hun het belangrijkst zijn. En ze weten dat die sancties voorlopig niet zullen worden opgeheven. Ja. Dus vanuit dat perspectief heeft Rusland er dus nog niet eens zo heel veel aan als een aantal Europese sancties zouden verdwijnen. Als het nou gaat om die Europese sancties, die zijn vaak gerelateerd aan specifieke zaken die gebeurd zijn. Krim, Donbass. Als er dus beweging mogelijk zou zijn, nou Krim kunnen we wel vergeten, dat weten we allemaal. Maar met name als er dus beweging mogelijk zou zijn op het terrein van Donbass. En die beweging zie ik op dit moment trouwens helemaal niet. Maar als Poetin daar, als Poetin van Europese sancties af zou willen, dan heeft hij de kans om dat te doen. Maar dan moet hij dus beginnen compromisbereidheid te tonen over het Minsk-vredesproces.
Nogmaals, ik zie het op dit moment helemaal niet gebeuren. En dat leidt ertoe dat ik het ook wel weer met jou eens ben, Hubert, dat die sancties, ja, die Russen zijn dat min of meer gewend. Dat de economie daaronder leidt, ja, zolang je geen bevolking hebt die daar kan zeggen van nou is het genoeg geweest. Dan kan het huidige Russische leiderschap natuurlijk nog heel lang leven met sancties. Oké, dankjewel. Nu ga ik niemand meer vragen voor nog meer input, want ik wil echt nu eventjes door naar Marielle en jouw verhaal richting de parlementsverkiezingen zondag. Wat zijn de laatste ontwikkelingen die je daarin in ziet op de media? Want er wordt heel hard op ingehakt, hè, de laatste tijd. Iedereen zijn tijdlijn die dat volgt, die krijgt alleen nog maar berichten van buitenlandse agenten. Een grote brei aan waarschuwingen. Wat zie jij daar? En wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat het een ontwikkeling is die al sinds het najaar bezig is. Dus al vanaf december zag je dat in de Duma met een enorme noodvaart, een enorme stapel wetten werd doorgevoerd om maar mogelijk te maken dat er verdere beperkingen op online platformen opgelegd kunnen worden. Noem eens een paar concreet, wat voor een beperkingen? Nou, bijvoorbeeld is een nieuwe sociale mediawet aangenomen. Die wordt nu nog geïmplementeerd, maar dat zou in de toekomst ervoor zorgen dat het niet meer zo is dat de Russische overheid zegt dit en dit moet je verwijderen, maar dat platformen dat zelf proactief moeten gaan doen. Dus dat de verantwoordelijkheid daarvoor wordt omgedraaid. Mm-hmm. Dat is een voorbeeld, dat moet nu nog worden geïmplementeerd. Maar dat soort dingen maken wel een enorm verschil. Dus er is een enorme reeks aan dat soort maatregelen waardoor heel duidelijk werd, oké, nu is het serieus. Nu moet er echt iets gebeuren en zeker nu de laatste weken zie je dat de druk op buitenlandse techbedrijven, ook binnenlandse, maar voornamelijk ook die Amerikaanse bedrijven, wordt opgevoerd. Dus je hebt boete op boete richting Facebook en Twitter en alle platformen, omdat ze niet alles verwijderen wat de Russische overheid wil dat ze verwijderen. Dus bijvoorbeeld in januari waren er protesten en veel van die oproepen om naar protest te gaan of om informatie te delen, dat wordt dan op sociale media verspreid. En die willen ze natuurlijk dat het allemaal van het internet wordt afgehaald, maar dat gebeurt niet of niet genoeg. Dus je hebt nu gezien dat maand op maand weer een boete en weer een boete, maar dat bouwt op. Dus inmiddels is voornamelijk de app van Navalny, dat is nu het meest heikele punt. Dus de strategie waar Navalny en zijn team voor staan is dat de stemmen voor oppositiepartijen, voor oppositiekandidaten, die zijn te sterk gefragmenteerd. Dus daardoor lukt het je nooit om Verenigd Rusland te verslaan. Dus het moet eigenlijk allemaal bij elkaar gevoegd worden. En hoe doe je dat nou? Dat is om te bepalen welke heeft de grootste kans, welke maakt de meeste kansen om verkozen te worden. En dan moet iedereen op die persoon stemmen. En daar hebben ze nu een app voor ontwikkeld. Die hebben ze ook al eerder gebruikt in Moskou zijn verkiezingen. Alleen dat wordt nu natuurlijk als een heel groot gevaar gezien. Want dat is daadwerkelijk een dreigement. Want in sommige gebieden, zeker als... Het werkt. Het heeft geleid tot mensen die gekozen zijn. Absoluut. Ja. En natuurlijk is het interessante dat vaak betekent dat bijvoorbeeld een communist wordt aangeraden en soms ook verkozen wordt. Dus we zien nu dat ook de communistische partij, die eerder werd gezien als een loyale oppositiepartij, die worden nu ook onder druk gezet. Dus sommige van hun kandidaten hebben zich ook niet kunnen registreren, omdat ze te populair zijn. Alleen het punt is nu, die app, die proberen ze natuurlijk te blokkeren nu. Dus binnen Rusland is zowel de website als de app zijn in principe geblokkeerd. Maar dat zou je nu nog kunnen omzeilen. Bijvoorbeeld als je een VPN-service gebruikt, dus dat je via het buitenland lust. Alleen, nu proberen ze natuurlijk dat ook te beperken. En hoe doe je dat nou? Door aan te vallen waar die app gehost wordt. Dus nu wordt de druk opgevoerd op Google, op andere diensten die dat faciliteren. En hoe reageren die? Tot nu toe doen ze nog niks. Maar we hebben nu wel gezien dat de Russische overheid, ze hebben de afgelopen jaar enorme vooruitgang gemaakt in hoe die internetinfrastructuur werkt. Dus eerder waren ze afhankelijk van elke internet service provider, die moest dan elke keer alle websites die daar geblokkeerd waren, moesten zij blokkeren. Dus ervoor zorgen dat elke gebruiker niet daar naartoe kan. Alleen nu is er overal zijn speciale apparaten geïnstalleerd waarmee de overheid dat zelf direct kan doen. En dat is het eerst getest op grote schaal met Twitter in het voorjaar, dus om Twitter te vertragen. Dus daar hebben we al gezien dat het werkt. En we zien nu de laatste dagen dat ze kleine tests doen om dat specifiek op bepaalde servers te doen, om te kijken wat gebeurt er dan. Dus als ze de
de publieke DNS van Google, een technische term, maakt verder niet uit. Als we die blokkeren, wat gebeurt er dan? Vallen onze banken om of niet? En dat zijn ze nu aan het testen. En dan is nu de vraag, wat gaan ze dus de komende dagen doen? Zijn ze tevreden over de test? Durven ze het risico te nemen? Gaan ze dat doen? Nou, je mag ook speculeren, dat is hier... Nou, ik vind het feit dat we dit soort testen zien, vind ik wel even zorgwekkend. Dus bijvoorbeeld, ik heb ook documenten voorbij zien komen, waarbij Rostelecom zegt, Russische bedrijven, ga van die servers af. Ga naar Russische servers, want we gaan niet meer bezig. Dus dat is wel degelijk een zeer groot dreigement. En de vraag is natuurlijk, durven ze het risico te nemen? Want de impact op de Russische economie zal niettemin heel erg groot zijn. Ja, want we hadden het daar even over. Hè. Je ziet eigenlijk een beweging dat het internet een soort Russisch intranet zou worden. Ja. Dat is wat er nu gebeurt. Ja, dat is een feitelijk beleid waar ze nu al jaren mee bezig zijn. Dus het idee van een soeverein Russisch internet. En dat heeft dan aan de ene kant infrastructuur, redelijk kant. Dus dat is wat we nu zien, dat ze daar redelijk in slagen. Maar tegelijkertijd ook alles wat daar bovenop zit. Dus alle bedrijven, alle diensten, alles waar je dagelijks gebruik van maakt. En alles wat zij gebruiken, dus alle protocollen en dergelijke, is heel ingewikkeld geheel. En dat moet allemaal losgeweekt worden. Want wat zijn de nadelen van zo'n soeverein internet? Ja, het nadeel zou bijvoorbeeld zijn dat veel bedrijven gebruiken binnen hun bedrijf, dat zullen veel mensen hier ook weten, gebruik je ook een soort intranet, een VPN. Dus dat zorgt ervoor dat je op afstand kan werken bijvoorbeeld. Dat hebben Russische bedrijven ook. En die gebruiken ook westerse diensten. Of diensten die gebaseerd zijn op protocollen die westers zijn. En die ook nu door Navalny worden gebruikt. Dus als je die blokkeert, dan kan een bedrijf ook niks. En dat is natuurlijk heel erg problematisch. Dat zijn ze nu aan het kijken van wat kan je loshalen, wat kan je niet loshalen. En wat is dan de gevolgen daarvan. Maar uiteindelijk is wel de bedoeling dat het allemaal die kant op gaat. En als je kijkt naar de dienstensector, dus de Russische internetindustrie. Die is heel erg geavanceerd, heel erg ontwikkeld. Je ziet ook dat daarbinnen heb je zelfs competitie. Dus er zijn meerdere grote conglomeraten aan diensten die ook concurreren tegen elkaar. Als je denkt aan alle dingen die Apple heeft, nou, dan heb je ook een Russische variant van Yandex. Dus dan heb je ook een smart home device. En die heb je nu ook een tegenhanger, maar dan van Sber. Want Sberbank wil zich nu heruitvinden als een IT-bedrijf. En die hebben nu ook een smart home device. Dus het is heel erg interessant om dat te volgen. En dat wordt steeds realistischer. Dus dat het Russische deel daadwerkelijk levensvatbaar is. En op het moment dat dat zo is, dan wordt het natuurlijk de consequenties van het daadwerkelijk loskoppelen worden kleiner. Ja. Allemaal in de aanloop naar die verkiezingen. Ze in het Kremlin maakt zich dus ook wel echt zorgen als je tot zulke drastische maatregelen overgaat. Lijkt me, dat is eigenlijk een beetje... Ik denk het wel, ja. Dus aan de ene kant heb je gezien dat natuurlijk de beweging van Navalny zelf, die is nu volledig met de grond gelijk gemaakt. Dus aangemerkt als extremistisch en ook alles wat daar maar enigszins mee verband houdt, dat wordt nu ook aangepakt. Tegelijkertijd zijn de laatste onafhankelijke media en ook onafhankelijke journalisten, die wordt het werk dus nu onmogelijk gemaakt, omdat ze dan als buitenlandse agent zijn aangemerkt of als ongewenste organisatie. Dit zijn ook juist die journalisten die heel goed onderzoeksjournalistiek bedrijven, die al die corruptie naar boven halen. Navalny krijgt bij ons de meeste aandacht, maar dit zijn juist ook deze onderzoeksjournalistiek collectieven die dat heel erg doen. En ze gaan nog steeds door, wat ik heel erg moedig vind, maar tegelijkertijd wordt het wel steeds moeilijker voor ze gemaakt. En dan heb je natuurlijk ook nog het daadwerkelijke kiezen, wat nu ook nog wel anders is dan voorgaande jaren. Dus het wordt nu ook steeds meer online stemmen. Dat is geen camera's meer, zag ik. Inderdaad, ja. De camera's, want een aantal jaren geleden werd er heel erg ingezet op een open overheid. Ja. Dus ook open overheidsdata en er kwamen camera's in elk stemlokaal. En dan kon je live meekijken wat er gebeurde. Dus ook live meekijken hoe ze dan wat ballonnen voor de camera hingen om dan alsnog fraude te kunnen plegen. Dat werd natuurlijk door activisten ook gedaan. Dus die zaten dan de hele dag
zaten ze dat te bekijken. Om te kijken van waar moeten we actie ondernemen. Dus waar is overduidelijk fraude gepleegd. En dat is nu afgeschaft. Dat is een waanzinnig, efficiënt systeem, toch? Het werkte. Ja, in principe wel. Ja. Ja, want het was ook te veel om echt te volgen. Ja. Dus op die manier was het op zich ook wel slim. Dus je geeft de schijn van transparantie, maar tegelijkertijd is het zoveel dat die paar activisten dat niet allemaal bij kunnen houden. Maar dat is er nu ook af. Ja. Dus we gaan online stemmen. We weten niet wat er daar gebeurt. Dus bijvoorbeeld mensen die bij overheidsbedrijven werken, de kans is zeer reëel dat die worden normaal gesproken al richting bepaalde kandidaten geduwd. Maar dat zal nu nog sterker zijn. Dus als je bijvoorbeeld op kantoor moet stemmen met jouw baas die over je schouder kijkt, dan denk ik dat je wel correct stemt. Nou, je hoeft niet eens op je schouder heen te kijken. Nee, dat doet het wel. Dan moet je ook in de bezemkast bekijken. Ja. Ik denk niet dat er heel veel mensen meer zijn hè, die geloven. Dus bijna zelfs de schijn van eerlijke verkiezingen die is er. Nee, maar de Russische regering kan ik niet zeggen, maar de Moskouse regering is wel bewust van één probleem. Verkiezingen zijn natuurlijk niet alleen maar voor om een eerlijke vertegenwoordiging van de mening van het volk in het parlement te krijgen, maar hebben ook de functie om te horen wat er onder het volk leeft. Hè. Dus de abratnicia's, de feedback of terugkoppeling, of hoe je het ook wil noemen. En dat is de afgelopen 15 jaar heel erg achteruit gegaan. Dus de civil society is steeds minder in staat om die terugkoppeling te verzorgen. Het hoeft niet per se politiek te zijn. Dat kan gaan over een kinderspeelplaats, over een parkeergelegenheid of een park wat ergens gebouwd wordt. Wat je nu ziet is dat de Moskouse regering heeft op internet een organisatie gestimuleerd en gestart dat heet Actieve Burger. En de actieve burger die organiseert eigenlijk die feedback. Dus daar worden enquêtes gehouden, referenda zou je kunnen zeggen over parkeerplaatsen in een bepaalde wijk. Of waar scholen gebouwd moeten worden, of hoe de wegen moeten lopen, of fietspaden, et cetera, et cetera. En de burgers die daaraan meedoen worden ook beloond. Dus dan krijg je bijvoorbeeld korting bij de slagerketen Miasnov. Als je maar vaak genoeg meedoet aan zo'n activiteit. En bij deze verkiezingen is de hoofdprijs een eenkamerappartement. Een wat? Een eenkamerappartement. Kijk eens aan. Dus er is een heel slim, vind ik, gebruik maken van de moderne techniek van internet. Van het feit dat de 40 minners in Rusland niet meer naar de televisie kijken, alleen maar online hun informatie verzamelen. Met een beloningsstructuur om mensen, zoals vroeger in de Sovjet-tijd, kreeg je gratis fles wodka of goedkope wodka achter het stemlokaal. Wat er niet meer te kopen was in de slijterij. Nu is dat georganiseerd via, zoals ik al zei, de slagerijketen Miasnov. Of de supermarktketen Het Vijfje. Ja, we gaan er zo mee ophouden. Ik zal u niet langer lastig vallen. Heel even nog, Robert Serri, die verkiezingen, doen die er eigenlijk toe zondag? Je wilt voor Oekraïne? Nou, ja, voor Rusland, ja, voor ons. Nou, ja. Ik ben niet echt een... ik heb dat niet echt van heel nabij gevolgd. Dat hebben jullie meer gedaan dan ik. En wat ik ook hier hoor, met name van jou, kunnen we ons oordeel daar wel verder over vellen, toch? Ja. Als het gaat om de reactie in Oekraïne. Ja, hier zie je weer hoe die twee volkeren, twee trouwens trotse volkeren, hè? Dat moeten we ook niet vergeten, dat als er zo, hè, als de historicus Poetin gedacht wordt over Oekraïne, dan wekt dat heel veel kwaad bloed natuurlijk ook weer in Oekraïne zelf. Hè? Dat moeten we ook niet veronderstellen. Maar als het om één ding, als het om die verkiezingen gaat, die Duma verkiezingen, daar trekt men gewoon zijn schouder over op natuurlijk in Oekraïne nu. En ik denk dat ze wel een beetje trots zijn dat Oekraïne een andere weg is ingeslagen. Mooi. Ik had jullie tot slot, en daarna stop ik echt, Bob, mag jij alle drie gevraagd om één ding te noemen waarvan jullie hopen dat jullie in de zaal het over een jaar nog weet. Iets wat echt belangrijk is, hopelijk ook ter sprake is gekomen afgelopen uur, maar hoeft niet per se. Marielle, wat wil jij graag nog kwijt? Nou, het is gelukkig ter sprake gekomen. Wat ik graag zou willen wat mensen meenemen, is het belang van internetvrijheid en mediavrijheid en dat daar veel harder voor gestreden moet worden. Dus dat is iets wat we heel erg voor lief nemen.
En wat je nu ziet gebeuren in Rusland is een heel duidelijk teken dat er echt veel harder voor gestreden moet worden om dat in stand te houden. Dus als je alleen al denkt aan die fragmentering van het internet wat we nu zien. Er zijn gewoon bepaalde kernwaarden van hoe het internet functioneert, of in ieder geval hoe wij dat kennen, die nu onder druk staan. Dus bijvoorbeeld netneutraliteit. Dus dat alles wat je op het internet doet, wordt gezien als gelijkwaardig. Dus als jij een foto verstuurt, is hetzelfde als wanneer je bedrijfsdata verstuurt. Dus allemaal hetzelfde. En dat klinkt heel erg vreemd, maar als je daarin gaat... prioriteren. Als je daarin gaat prioriteren, het ene data verkeert tegenover het andere, dan heeft dat enorme gevolgen. En dit soort dingen gebeuren op hoog internationaal niveau, maar tegelijkertijd worden ze ook op nationaal niveau uitgevochten. En het is iets wat niet zo heel erg spannend is. Dus wat niet per se het publieke debat heel erg bezighoudt, maar wat wel echt op dit moment enorm belangrijk is. Knoop dat in uw oren, Robert Serri? Ja, nou, misschien een beetje een wat serieuze noot. Ik hoop dat over een jaar de situatie tussen Oekraïne en Rusland in ieder geval nog een beetje beheersbaar is gebleven. Want ik wil toch wel waarschuwen voor wat er gaande is tussen die twee landen. Dat wordt te weinig beseft ook. Ook als je kijkt naar de media-aandacht hier in Nederland. Die oorlog die daar eigenlijk nog steeds gaande is in de Donbass. Het afgelopen weekend weer. De SMM, de Special Monitoring Missie van de OVSE, telt nu alweer per dag meer dan 1000 schendingen. En dat bijvoorbeeld deze zondag weer zijn er weer 2 Oekraïnse militairen dus in die loopgravenoorlog omgekomen. Met 10 gewonden en een onbekend aantal. En dat zijn eigenlijk ook Oekraïners aan de andere kant. Ik denk dat eigenlijk een hele gevaarlijke situatie is die nog steeds niet echt tot beheersing is gebracht. Dit is niet een frozen conflict, het is nog steeds een hot conflict. En als dat misgaat, ja, dan zullen wij overal in Europa daar de gevolgen van ondervinden. Ik vind het vervelend misschien om met zo'n boodschap te eindigen, maar toch. Ik wil ook niet zeggen dat het gebeurt. Ik hoop dat er voldoende verstand zal blijven aan beide kanten. En dat ook de mediators naar Europa, met name ook de nieuwe bondskanselier, die dus ook Minsk weer zal moeten oppakken, dat het dus weer enig vervolg aan gegeven kan worden. Maar op dit moment, vanaf eigenlijk 2020, na de verkiezing van Zelensky heeft geprobeerd die oorlog op te lossen. Hij wilde echt beginnen met vrede. Maar wat ik denk wat er gebeurd is dat Poetin dacht van nou, dan kan ik hem wel, dat gaan we dan als broeders doen onder elkaar. Nou, dat kan echt niet meer. Dit was natuurlijk een comediant die president is geworden. Hij weet nu ook wel beter. Maar intussen wat je nu ziet, ook na het artikel van Poetin, is dat die relatie dus helemaal nergens naartoe gaat. En dat vind ik toch wel heel gevaarlijk om vast te stellen. Twee volken die eigenlijk, zoals ik al waar ik mee begon, normaal gesproken een soort VS-Canada-relatie zouden moeten hebben. Dankjewel. Ja, jij mag heel kort. Ja, ik zou willen dat over een jaar wij Wit-Rusland Belarus noemen. Oh, en dat we daarmee ook erkennen dat de Wit-Russische bevolking, althans de burgerij in de grote steden, een politieke opvatting heeft over de toekomst van dat land. En dat we daarbij in ogenschouw nemen en ook in herinnering nemen dat wij het waarschijnlijk niet prettig zouden vinden als de Franse president Nederland consequent de noordelijke Nederlander zou noemen. Maar je hebt je eigen hoofdredacteur daar nog niet van overtuigd, geloof ik. Nee. De strijd gaat door. Nee. Nou, dank jullie wel. Panelleden, vragenstellers zijn er misschien een beetje bekaaid vanaf gekomen. Ik hoop niet dat ze al te boos zijn. En voor jullie aandacht en veel plezier. Dank jullie wel, panelleden, voor deze fascinerende discussie. Ja, we waren al een beetje bang dat dit zou gaan gebeuren, want we moeten zoveel dingen bespreken in de relatie tussen Nederland en Rusland-Oost-Europa. Geopolitieke vragen, economische vragen, de sanctievraag, die komen natuurlijk allemaal aan de orde in de deelsessies. Maar Marielle had het veel over de vrijheid van het internet en wat een groot goed dat is. En voordat onze online kijkers uitloggen, wel verdiend om wat rust te nemen, wou ik u nog 1 cadeautje meegeven, namelijk we hebben ook sinds kort een website. De Reka-website, www.rekanetwork.org. Onze collega's van ThinkAV kunnen die volgens mij op het scherm gooien. Normaliter hopen we dat mensen niet op hun telefoon zitten tijdens een discussie. We hopen dat ze het spannend vinden en graag meeluisteren. Maar nu zou ik u willen vragen, ga daar eventjes naartoe. Want die website is nog heel erg leeg.
En dat willen we graag gaan vullen. Het idee is dat het RECA-netwerk zichtbaar wordt online. Dat alle organisaties die zich daarbij willen aansluiten, die kennis hebben van de regio, zijn van harte welkom. Laat het dan even aan ons weten via de contactknop die erop zit. En desnoods ook rechtstreeks met een e-mail aan Wouter of aan mij. En u kunt hier uw publicaties en activiteiten uploaden. Als u naar die knop gaat, submit your publication. Hij is wel in het Engels, hè, we moesten toch internationaal blijven. Dan komen die publicaties bij ons als secretariaat terecht. En dat geldt ook voor activiteiten, voor alles wat u organiseert. Roundtables, conferenties, noem maar op. En dan komen ze op de site terecht en dan komen ze ook nog, want zijn het tenslotte wel ook een kennisnetwerk met een ouderwetse nieuwsbrief. Dan komen ze in de nieuwsbrief terecht. Daar kunt u zich voor aanmelden onder Stay Updated. En dan krijgt u alle nieuws van het RECA-netwerk. Nou, dit was de laatste pitch die ik u zou willen meegeven. Maar ik wil ook nog even kort u meenemen over die breakout-sessies. Die het online publiek helaas gaat moeten missen. Maar een aantal van deze vragen zullen aan de orde komen. Dus collega's, als jullie even die slides kunnen neerzetten voordat we naar de koffiepauze gaan. Dan ziet u er hier 4 verschijnen. En die staan trouwens ook in uw programmaboekje. Collega's van TinKV, kunnen jullie even terug naar de PowerPoint. En die slide met de 4 vakjes. Ja, dank jullie wel. Want jullie moeten ook namelijk weten waar jullie zo meteen heen moeten. We hebben nu een half uurtje tijd voor de koffiepauze. Dat is ook een belangrijk gedeelte, want u heeft elkaar misschien lange tijd niet gezien. Maar daarna moet u even weten waar u naartoe moet. Dus degene die zich opgegeven hadden voor het geopolitieke panel, de EU, Rusland en het Oostelijk Partnerschap, geleid door Tony van der Tocht met Antoinette Dimitrova, Rob de Wijk en André Gerrits, dat is hier. Dan bent u met een kleiner aantal mensen, kunt u misschien wat dichter bij elkaar gaan zitten. Dan kunt u over die grote thema's met elkaar in gesprek. De economische vraag, Russisch-Europese economische betrekkingen, met Wendemoed Boersema, Hans van Koningsbrugge, Jeroen Ketting en helaas niet in persoon, maar hopelijk wel digitaal, Nienke Omes, die zitten in de Kortenbach. Daarvoor moeten we even de trap af. Iedereen die niet hier blijft in de Martinus moet sowieso naar beneden. Het zijn de 3 zalen van de vorige eigenaars van dit mooie gebouw, toen het nog een bouwmarkt was. Dit praten over de Europese economische betrekkingen. Culturele en wetenschappelijke samenwerking, geleid door Jerke Verschoor met Evert van der Zweerde, Michael Kemper, die helaas er niet bij kon zijn omdat hij geen oppas kon vinden, maar die wel online vragen aan ons stelt. En Schenk Scheijen, die zitten in de Capon, prachtige naam. En tot slot het moeilijke thema van het krimpende ruimte, het maatschappelijk middenveld, geleid door Harry Hummel met Marieke de Hoon, Monique van Ravenstein, Wim Timmermans en Laura Starink. Ook daar zal de sanctievraag aan orde kunnen komen. Die zitten in de Boer. Nou, dan weet u waar u zo meteen moet zijn. En dan heb ik tot slot alleen nog tegen u de boodschap. Geniet ook even van het gesprek met elkaar, van de koffiepauze. En dan zien we u graag zo meteen om 4 uur in deze zalen weer terug. Ik dank u wel. APPLAUS